Het is eind juli, de laatste schooldag. Hij is wel staan. Ja, maar ze moeten tegenaan. Ben ik niet te verstaan? Grap maar. Ja. Juf deelt de rapporten uit. En dan gaat de bel. Vlucht naar huis. Ma is boven bezig. Onderaan de houten trap roep ik: Ma! Ma, ik ben thuis hoor en ik heb mijn rapport bij me. Ik kom eraan, nog even de zwabber uitschudden. En dan komt ze naar beneden, zet de zwabber weg. Het theewater kookt zachtjes op het petroleumstel. Kijk eens, er is een brief voor jou gekomen. Voor mij? Een brief? Van wie? Waarover? Aan de jonge juffrouw T. Groenheide. Afzender, familie Groenheide, Pijnakke. Ja. Dat zijn die deftige oom en tante. Met helemaal van de dag ben ik met pa een heel eind wezen fietsen. En toen zei hij, we gaan eens kijken of tante Gijsje en oma Willem thuis zijn. En dan stoppen we bij een huis en belt pa aan. Een hele mooie voordeur en een erker, deftige huizen zijn het hier. Tante deed open en ze neemt ons mee naar de achterkant met de fietsen. En dan komen we in de serre. Oom Willem is ook thuis, die zit lekker in zijn stoel. En het is een serre met allemaal prachtige planten. Eens gauw lezen wat tante schreef. Beste Truusje, het was heel leuk dat je met Hemelvaartsdag bij ons kwam. Je bent nu bijna 8 jaar. Wij, oom en ik, hebben erover gepraat en vinden je nu wel zo groot dat je best kan logeren. Daarom nodigen wij je uit om zondag over een week te komen logeren. Als pa je kan komen brengen, om zo'n 4 uur, dan zijn wij weer thuis uit de kerk. Dan kan onze Ditta je woensdagmiddag weer terugbrengen. Ook zij, je nicht Ditta, zou het heel leuk vinden als je komt. Laat het ons even weten, alsjeblieft. PS, breng je ook pantoffeltjes mee? Hartelijke groeten van oom Willem en tante Gijsje. Ma, mag het? Ja, Emma, dat is fijn. Weet je wat? Vanavond praten we er even over met pa. En ik denk ineens, ik heb nog een mooie ansichtkaart van de kerk. En dan mag je zelf schrijven of je komt. Dan breekt de zondag aan dat we op pad gaan. De tas is ingepakt, 2 paar witte sokjes, een stel extra ondergoed. Heel bijzonder, je kreeg toch maar 1 keer in de week schoongoed. Een nachtjapon, een nieuwe, maar heeft er nog gauw een genaaid. Mijn rode blouseje en mijn bloemetjesrok met galgen. Mijn kaatsenballen neem ik mee en ze hebben daar een grote muur in de poort. Dat gaat mooi straks met de ballen. Mijn kleppers niet. Nee, ma denkt dat tante Gijsje dat te veel herrie vindt. Maar ook mijn springtouw gaat mee. We fietsen weer dezelfde weg. Pa drinkt ook nog even een kopje thee mee. Ik krijg een dik koekje, maar ik mag er niet van likken. Je vingers gaan daar zo van kleven. Ja, ze zijn hier deftig hoor. Pa praat een poosje met oma Willem en stapt na een tijdje weer op. Zou je lief zijn? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Tante, ik moet zo nodig naar de wc. Kom maar mee, zegt ze. En ze loopt met mij naar de gang. Daar, achter de deur, is de wc. Een mooie, doortrek-wc. Net als op school. Hier niet helemaal naar de buiten, naar de schuur.
naar die houten plank met dat deksel erop. Wij noemen dat een ijskookkarretje. Dan gaan we brood eten. Er komt een mooi geborduurd tafellaken op tafel en allemaal dezelfde bordjes. Kom er even je hand wassen. Kijk, deze blauwe knop, dat is koud water, maar die rode knop, daar komt warm water uit. Daar moet je niet aankomen hoor. Wat zegt ze nou? Komt die warm water uit de kraan? Ja, er hangt een boiler boven. Kijk, zegt Ditta, dat gaat zo met mes en vork. En ik snijd netjes mijn boterham en ik kan mijn vorkstukjes eraan prikken. Leer dat maar. Als je later weer deftige mensen bent, kan je ook zo eten. Na de afwas doet tante de deuren van de achterkamer open. En gaat Ditta achter het orgel zitten en gaan we liedjes zingen. Psalmen. De Heer is mijn herder, die ken ik ook al, want ma zingt hem heel vaak. En oom zit in zijn rookstoel een sigaartje te roken, die luistert ernaar. Dan doen we nog een spelletje ganzenbord en wordt het bed uit. Ik mag bij Ditta op het kamertje slapen, in een bed dat van de muur afgeklapt wordt. Er hangt ook een witte bak aan de muur met een kraan boven. En ik kan mijn gezicht daar wassen en ik krijg een heerlijk stukje zeep van Ditta. En dat ruikt lekker. Luxe staat erop. Nou, het is echte luxe. Heel wat anders dan de zundheidszeep. Dan was ze nog even mijn voeten. Ze pakt van de boekenplank, vol met boekjes, een boek. Zal ik jou nog even voorlezen? Een hoofdstuk. Dat is leuk. Ze heeft het boekje Het Wegje in het Korenveld van W.G. van der Hulst. Nu ga ik slapen met een hoofd vol indrukken. Het is maandagmorgen. Wat hoor ik voor geluiden? Ik kijk op de wekker. 8:25. Zo, ik heb lekker geslapen. Ik stap uit bed en kijk om de hoek van de deur en dan loop ik op mijn blote voeten de trap af. Lekker zacht, die lopen, oh, lekkere dikke lopen en dan die mooie koperen roeden, prachtig. Dan zie ik tante in de serre en daar komt ook het geluid vandaan. Het is een wasmachine. En in het midden staat er zo'n ding en dat gaat heen en weer en heen en weer. En er staat een wringer op. En het gaat allemaal elektrisch. Dat is toch wel wat anders dan thuis met de stamper in het was stoppen. En de plank met de borstel. Tante zegt, heb je lekker geslapen? Ja, tante. Ga je me lekker aankleden? Dan kan je straks je boterhammetje eten. Ik heb alles al klaargezet. Gauw, gauw, naar boven, vlug. Oh, hoe moet het nu met mijn vlechten? Ik ga aan tafel zitten en zie een heerlijke krentenboterham met boter en suiker. En een bruine boterham met kaas. Oh, dat is smullen. Zo, zegt tante. Nu zal ik even jouw haar doen. Heb je een kam en borstel? Ik heb wel een kam. Tante kijkt even in de keuken en komt met een borstel terug. Dan maakt ze mijn haar los en ze borstelt mijn haar en dan kamt ze het netjes en dan de vlechtjes erin. Geef me even je strikjes aan. Zo, ik ben klaar. Je mag me wel eventjes helpen als je dat wil. Kijk, hier is een rekje. En ze slaat het hekje naar rechts en naar links en dan allemaal van die spijltjes. Ik mag een zakdoeken ophangen en sokken. En de theedoeken en de handdoeken, maar dat zijn hier geen blauwe ruitjes. En de zakdoeken zijn niet rood, allemaal zo mooi, haar zondagse zakdoeken. Dan loopt tante zet het buiten en ik loop mee naar de waslijn en geef haar de knijpers aan. Oh, daar gaat de bel van de voordeur.
En komt de mevrouw tante helpen met het werk. Even later gaat die stofzuigen. Tante, hier worden de kleden niet geklopt. Nee, dit gaat fantastisch met zijn stofzuigen. We drinken met elkaar. En dan gaat ze de vloer in de achterkamer in de boemer zitten. Tante noemt die houten vloer parket. Ik loop wat dieper de tuin in. Zie aan de linkerkant een glazen kastje met druiven erin. En aan de rechterkant een hele grote ren van gaas. Niet met kippen, nee, er is een berg in. En allemaal gaatjes. En er komen allerlei konijntjes uit. Tante, wat is dit daar? Die werkt bij de bakker. Dat doet ze zaterdags, maar nu ook in de vakantie. Ditte gaat in Den Haag op school. Ze leert voor schooljuffrouw. Oh, dus zij gaat niet zoals de meisjes bij ons veel naar de tuin om tomaten te plukken 's morgens vroeg. Vandaar haar mooie nagels. Eind van de middag. Toet, toet. Tante loopt vlug naar buiten en doet de poorten open en de grote schuurdeuren. Daar komt oma Willem met een kleine vrachtwagen die hij de garage in rijdt. Tante geeft me een teiltje en ik mag groente halen bij oom. Want hij is groenteboer. Oh nee, groenteman. Wat wil jij eten? Sla? Dat eet je zeker al vaak. En boontjes ook. Ja. Want we hebben thuis een grote groentetuin. Het worden peultjes met worteltjes. Zo, breng die maar even naar tante. Ook haalt hij een kist voor uit de auto vandaan met brood. En breng die naar de keuken. Tante zoekt er wat uit. De rest is voor de konijnen. Met oom samen loop ik naar de konijnen. Zij krijgen wat groenteafval en ook brood. Overal komen ze vandaan. Ze zijn niet te tellen, zoveel. Dan schikt hij de oom de kisten op de auto en geeft mij een stuk fruit. Dus altijd zoete pap. Dan komt Ditta thuis. Na het eten gaat Ditta naaien. Ze doet dat met de trapnaaimachine. Dat gaat mooi. Thuis mag ik maar wel eens helpen met het draaien aan de handnaaimachine. Dan moet Ditta een nieuw spoeltje opwinden. Kom maar, zegt ze. Dan mag jij trappen. Dat gaat fijn. Ze brengt me vanavond weer naar bed en leest nog een hoofdstuk voor. Wat was dat een fijne dag. Ik ga heerlijk dromen. Ik word heel vroeg wakker. Wat hoor ik buiten? Oom gaat weg. Hij moet eerst naar de veiling. Dan gaat hij een paar uur naar de markt om te verkopen. En daarna groente uitventen bij de deftige huizen in Den Haag. Probeer nog maar even te slapen, zegt Ditta. Maar dat lukt niet. Ik kijk naar de boekjes op de plank. In de zoete suikerbol. Bakkertje deeg. Rozemarijntje. Ik heb thuis één boekje. Met kerst gekregen van school. Anneke van de dominee. Ook sparen we plaatjes van Vanelle. Voor de album van Pichelmeer. Oh ja, en Flipje Tiel. En van de fietsenmaker heb ik ook een heel klein boekje gekregen. Over Pietje Pelle op zijn gazelle. Ditta stapt uit bed. Weet je wat? Lees dan maar een poosje. Als het 7:30 is, mag je naar beneden. Na het eten doet tante weer mijn haar met de borstel. Het voelt zo prettig. En het zit lang niet meer zo in de klit. In de hoek van de serre staat een poppenledekantje. Waar ik mee mag spelen. Zelf gaat ze strijken. Bij een plank. En ze doet dat met een elektrisch strijkijzer. Niet zo'n zwart ijzer wat je steeds maar op moet warmen. En een mortel op de tafel eronder.
En ik mag zakdoekosten opvouwen. De hand- en theedoeken vouwt tante zo anders op, zo moeilijk. Wat doe jij graag? Vraagt ze. Ziet dat ik geen poppenkind ben. Wat doe je graag? Vraagt ze dan. Tekenen en kleuren, touwtjes springen, kaatsenballen. Maar het regent nog steeds. Ze haalt wat tekenspullen op. En zij gaat de vele planten water geven. Hoe heten die witte bloemetjes? Dat is de ster van Bethlehem. Dat is de ster van Lotus. En die op het tafeltje, tante, dat is de Clivia. En die met die oranje bloemetjes, dat is Suzanne met de mooie ogen. Hier geen geranium zie ik zoveel stinken. En ook in de tuin staan mooie bloemen die ik helemaal niet ken. Gelukkig is het 's middags droog. We gaan lopen naar het dorp. We gaan naar de boekwinkel. En tante koopt een tekenboek en kleurpotloden. Zo, zegt ze, die zijn voor jou. Je bent bijna jarig. Dus is dit alvast een cadeautje. Ik ben dolblij hiermee en bedankt haar heel hartelijk. Dan komt oom thuis en net als gisteren geven we de konijnen weer eten. En nu krijgen we lekkere druiven uit het kastje. Heerlijk! Tante maakt mooie pap. Eerst wat limonade, dan yoghurt, daar vla op, rode bessen en dan een grote schep met suiker. Heerlijk! Bessen hebben wij ook wel in de tuin, maar wij eten ze nooit in de pap. En dit smaakt heel lekker. Na het eten, als oom uit de Bijbel heeft gelezen en gedankt, vraag ik wat voor boek is dat daar op het tafeltje in de achterkamer. Er zit een slot aan. Het blijkt een Statenbijbel te zijn. En samen met Ditta mag ik platen kijken. Ditta slaat voorzichtig om. Ik ken dit boek wel. Thuis hebben we er ook een, maar niet met een slot. Van opa God. Die heeft hij met halve centen opgespaard. Dat heeft ma mij verteld. Dan rinkelt de telefoon. Tante neemt op en komt met de boodschap terug dat ze deze week nog huisbezoek krijgen. Voor mij is het bedtijd. Zo, zegt Linda, we zullen het boekje nog even uitlezen, hè? Ik zeg mijn gebedje op en morgen mag ik van Ditte dat lekker ruikende zeep mee naar huis nemen. Lief, hè? Woensdagmorgen. Kom maar, zegt tante, dan mag je in bad. In bad? In de tuin, midden in de week? Nee, er is boven een badkamer met een heus bad en stromend water. Tante doet er wat schuimend spul in en ik klim er voorzichtig in. Ik voel me precies een prinsesje. Nadat ik er aangekleed ben en mijn haar netjes, mag ik mee naar de voorkamer, het heilige der heiligen. Tante stoft alles af, omdat er 's avonds huisbezoek komt. Er staan vazen met blauw en wit. En borden aan de muur, ook blauw met wit. Dat is Delftsblauw, zegt tante. Ik vind het prachtig. Dan gaan we koekjes bakken. Die mag ik meenemen naar huis. Tante heeft geen petroliestelling voor het koken, maar een elektrisch fornuis met een oven. Voor tussen de middag bakt ze nog wendelteefjes. En Ditta eet ook mee. Dan is het al tijd om naar huis te gaan. En Ditta fietst dan met mij mee. Onderweg krijg ik nog een ijsje. Dit alles was een onvergetelijke ervaring. Nou, Trudy, dankjewel. Ja, oké. Prachtige verhaal.